Diverse ministers hebben vanmiddag op een persconferentie opgeroepen tot vreedzame protesten. Activisten hebben het volk opgeroepen om morgen hun stem te laten horen, zodat de kiesregeling tot prioriteit wordt gemaakt in de Nationale Assemblée. Echter bestaan er grote zorgen dat er een herhaling komt van de onlusten, zoals bij de laatste protesten op 17 februari. In eerdere interviews gaf minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie reeds aan dat de veiligheid van de samenleving morgen is gegarandeerd. Vandaag roept hij de samenleving op om zich niet te laten misbruiken. Het is helemaal niet goed voor ons imago. Als we investeerders willen aantrekken, als we onze economie willen opbouwen, willen boosten, kijken we naar de toerisme sector, dan hebben we rust nodig, toch? Dan hebben we rust nodig. En bedrijven moeten vrijelijk kunnen ondernemen. Ondernemers moeten veilig hun activiteiten kunnen ontplooien. Het Korps Politie Suriname krijgt morgen bijstand vanuit het ministerie van Defensie. Minister Krishna Kumari Mathura benadrukt dat de regering maatschappelijke ontwrichting van onze maatschappij wil voorkomen. Haar collega van Economische Zaken gaf toe dat de regering niet was voorbereid op de rellen van 17 februari. Het ministerie staat nog steeds in contact met de ondernemers die toen schade hebben geleden. En er zijn gesprekken geweest met de ondernemersorganisaties. Alle organisaties zijn opgeroepen door het ministerie van Economische Zaken en we hebben gezamenlijk een plan uitgezet, een communicatieplan uitgezet. En hetgeen dat op 17 februari zich heeft voorgedaan, gaan zij 24 maart niet meer accepteren. Dat hebben zij ook aangegeven. Dat we strafbare handelingen willen voorkomen. Dat we mensen willen beschermen. Ook hun gezondheid willen beschermen. Dat we de doorstroming van het verkeer willen garanderen. Dat we ook recht op vreedzaam protest en vrije meningsuiting willen garanderen. En dat de mensen die daaraan deelnemen ook hun veiligheid willen garanderen. Dat we chaos en wanorde willen voorkomen. En dat we schade en dat mensen slachtoffer worden van crimineel optreden of strafbare handelingen. Dat we dat willen voorkomen. De wegen naar en rondom het Onafhankelijkheidsplein zullen morgen worden afgesloten. Veiligheidstroepen van de politie en defensie zullen patrouilles uitvoeren.